Oké, ik ben zover. Volgens mij gaat het zo meteen gebeuren. Ik heb hem op 225 graden, net iets warmer dan aanbevolen. Heb ik een tip gekregen van mensen in IRC-kanaal, van RepRap. En we gaan zo meteen een test extrusion doen. Ik heb de dingen wat strakker aangedraaid. En volgens mij gaat het zo meteen goed, want ik heb al een testje gedraaid. Kijk eens. Komt er in stromen uit. Oké, dat was de test extrusion, denk ik. Dat ging goed. Ga ik je even neerleggen hoor. En dan gaan we even dat verwijderen. Heel mooi. Voorzichtig. Zo. Dat hebben we weg. Dan drukken we op yes. En dan gaan we dan eens even aanschouwen of je het ook helemaal. Oh, fuck. Nee. Kijk eens wat daar komt. Holy fuck. Cool. Dat lijkt op een raft, jongens. Een klein beetje test extrusion wat ik nog vergeten was af te halen, maar volgens mij maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Maar hij gaat nou volgens mij redelijk mooi. Misschien kan je, ik weet niet wat normaal is of zo. Ik hoop dat ik hem ook een beetje goed heb gecenterd, zeg maar. Ik heb er de laatste tijd niet zo heel erg veel aandacht aan besteed, omdat ik hem eerst gewoon werkend wilde hebben. Dus, maar goed, we zien het wel. Nou, misschien zit ook al wat gelijk de kubus, dat weet ik niet. Lijkt me wat dunnetjes. Dat lijkt me wat niet zo fijn, maar we zien het wel. Oh man, volgens mij is het een victory. Je ziet er niks van, maar dat plastic dat. Wordt ook mooi naar binnen gedrukt. Nou, ik hou jullie wel een beetje op de hoogte. Het is natuurlijk niet zo heel erg boeiend om minutenlang naar te kijken. Maar goed. Dat is wel interessant. Dan gaat het volgens mij met de zelf. Wat we dus kunnen doen, is een beetje spelen met die temperatuur en een beetje spelen met de met hoe vast die zit. Ik heb dat dingetje dus goed aangedraaid, dat hoe noem je zo'n ding ook weer, maar waarmee dat filament, waarmee dat plastic erin gaat. En de temperatuur is dus, hij dropt nou wel weer flink, dat is wel jammer. Dat vind ik echt jammer. Hij hoort op 225 zelfs. M104, dat is een commando. S225, dat is de temperatuur. En T0 weet ik niet. De comment klopt niet, dat heb ik zelf aangepast. Maar goed. Maar het hoort hij dus wel te houden. Hij klimt nou wel weer. Maar ja, het zal wel goed wezen. Laten we eens even weer hier kijken.
krijgt een blokje van. Hij maakt er een blokje van. Hier ook van binnen. En dat vult hij dan met zijn handen. Dat is echt vet. Nou ja, jongens. Het werkt. Eigenlijk, in the end, heel simpel. Wat de oplossing was. Een oudere firmware gebruiken. Een oudere Replicator G. En ja. Nou ja, misschien een iets hogere temperatuur dat het hem heeft gedaan. En het knopje aandraaien eigenlijk, zodat hij kennelijk beter grip heeft. Hola die jee.